komen van staan, optreden, woonkamer, keuken, lege keuken of voor 10 man. We maken er altijd wel een feestje van. The FunX Music Awards. Ja, en de boys die nu in de studio zijn, hebben eigenlijk geen introductie nodig. Je weet van. Hit na hit. Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' dentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' dentro, pa' dentro. Who got the swango? Mami, 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 chupa mi niño. Who got the swango? Mami, 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 chupa mi niño. Alles heeft de prijs, behalve de vibe. Wij zijn op vuur. Wij zijn op vuur. Ja, ze zijn al meer dan 10 jaar samen en sinds 2015 hebben ze ieder jaar de FunX Music Awards Best Group gewonnen. En of ze dat dit jaar weer gaat lukken, ja, dat ligt volledig in jouw handen. Je kan nog stemmen tot 11 uur, dus doe dat als je dat nog niet gedaan hebt. Ik heb het natuurlijk over de boys van Broederliefde! Een introductie nodig, je weet ziet van. Het, je ziet het, man. Gezellig dat jullie er zijn, man, boys. En sowieso ook gefeliciteerd met jullie nominatie. Ja, jullie hebben al records na records na records verbroken. Maar 6 keer al Best Group gewonnen. Is het nog speciaal dan zo'n nominatie? Nou, je weet wat ze zeggen. Je bent zo goed als je laatste prijs. Hey, dat is inderdaad een goeie, man, Ems. Dat is inderdaad een goeie. Maar er is nog meer mooi nieuws. Want op 5 februari 2022 staan jullie weer in Ahoy Rotterdam met Broederliefde en Friends live. Hey, ik moet jullie echt eerlijk iets vertellen, man, boys. Ik heb een trauma aan een van jullie concerten, man. Welke dan? Waarom? Bij het kasteel. En dat was omdat ik er niet bij was. Al mijn matties hadden kaarten voor dat concert. Iedereen had kaarten. Vrienden, vriendinnen. Iedereen ging en ik was weer lekking. Gewoon als laatste. En ik dacht, ik ga het laatste moment wel regelen. Lukt me wel, lukt me wel. Ja. Allochtoons, allochtoons. Dit is gewoon echt ons probleem. Hè? Luister, eindstand. Waar heb ik dat concert? Ik heb echt bijna met tranen in mijn ogen zitten. Ik zat met mijn moeder op de bank. Ja. Mijn moeder was helemaal hyped. Ze zegt, zo! Hier had je echt bij moeten zijn, man. Hier had je echt bij moeten zijn. Sindsdien, broer, als ik iets van jullie zie, ik koop gelijk kaarten. Daarom vorig jaar, oh, ik was erbij. Ik ga niks meer van jullie missen. Sorry, sowieso. Volg wat hij doet, man. Ja, man. Ja, anders man. Moet je 5 februari op Ticketswap kijken. Dat willen we niet. Ik denk niet dat goed gaat komen, man, dan. Ja, zo'n concert, is dat nog dan spanning voor jullie? Of zeggen jullie, ja, peace, dat is gewoon easy, man. Nee. Elk jaar weer een uitdaging. Dus je wil elk jaar weer beter, elk jaar groter. En dat is dit jaar ook weer zo. Dus ja, de spanning zit er volop. En natuurlijk ook nog met dat corona en zo. Ja. Dus dat brengt extra spanning, maar ja, nu het weer in één keer zo oplaait. Ja, dat precies. Maar het komt sowieso goed, dus hou je kaartje. Zeker weten, man. Wat gaan jullie groter doen dan vorig jaar? Alles. Goeie vraag. Ja, gewoon meer spektakel, meer vuurwerk, meer vrienden, meer betere arrangementen, betere sound, alles wordt gewoon 14. Ja toch, ik ben echt heel benieuwd, man, boys. En ja, zoals ik al heb gezegd, ik ga er sowieso bij zijn. Maar eerst wil ik ook eventjes nog wat met jullie bespreken. En dat zijn namelijk lastige dilemma's die tijdens een concert plaats kunnen vinden. Ik heb een paar dilemma's voor jullie en het is dan de taak aan jullie om één van de twee te kiezen. Dus als jullie ready zijn, dan gaan we van start. Ja. Je moet kiezen. Je staat in een lege Ahoy zonder publiek en je geeft nog steeds de vetste show. Of je staat in een volle zaal, maar om de 5 minuten valt de stroom uit. Nou, dan het eerste ding. Moeten we als groep of... Ja, als groep, maar Ems, wat zou jij kiezen? Dan spreek ik voor iedereen, want we hebben hetzelfde gevoel. Lege zaal. Lege zaal, ja? We hebben dat ook meegemaakt. We komen van dat. Ja. We komen van staan, optreden, woonkamer, keuken, lege keuken of voor 10 man. We maken er altijd wel een feestje van. Wij hadden zeg maar die pika bij Noorderslag, toch? Ja. Dat we aan het optreden waren en dat mensen de zaal uitliepen. En dan had ze een foto daarvan gemaakt. Ja, man. Ja, maar vergis je niet, hè. Soms een lege zaal is lekker, hè. Ja? Ja. Ja. Er zijn sowieso waarom? Beveiligers iets daar. Ja. Dus we kunnen sowieso voor de mensen die er wel zijn iets. Maar eigenlijk als ik het begrijp, als jullie gewoon met elkaar zijn en een feestje bouwen, is het genoeg al voor jullie. Precies, ja, dat. Dan hebben jullie, want dat lijkt me ook echt zo mooi. En dat zie je ook echt aan jullie, dat jullie dat succes en dat gevoel, jullie delen dat echt met elkaar. En dat is echt heel bijzonder, man. Zeker ook we hebben het echt meegemaakt van like 10 mensen voor 10 mensen optreden of voor een pleintje of met Tos op straat, die Tos thuis op straat. Of van dat naar een uitverkochte show van 20.000 man. Of Noorderslag. Of
Pinkpop, dat soort shit. Hebben we allemaal meegemaakt. Lowlands, weet je. Het is mooi hoe het leven kan lopen. En ik weet zeker, die 10 man die daar stonden... hebben goede vissen gehad. Dat doe ik sowieso. De volgende dilemma. Je hoort de hele avond een piepgeluid door je oortje... of je moet op krukken optreden. Krukken. Nee. Sommige mensen horen al piepen. Jerry van alleen is een piep van je door. Ik heb hem ook trouwens. Kom ik laatst af. Jerry, piep en kruk. Ja. Ik heb piep en kruk. Ja, maar jij loopt op dit moment wat moeilijker, had ik begrepen. Ik ben geblesseerd geraakt aan mijn knie. Dus ik moet opereren. Dus de kans is groot dat ik Ahoy op een kruk moet doen. Inderdaad. Dan wordt het een echt dilemma. Oké, we gaan door naar de volgende. Het publiek gooit de hele avond... Ja, ik zie dat er nu ook een extra member bij is. Ik weet niet of het voor zijn oren is bestemd, maar ik moet hem toch doen, dit dilemma. Het is geen extra, hij is sowieso een member. Zeg maar. Oké. Het publiek gooit de hele avond vieze slipjes naar jullie hoofd... of je krijgt een bierdouche na elke track. Nee. Ja, maar als je. Doe maar een bierdouche. Als ik me erop kan voorbereiden. Ja, lekker zeg. Lekker natjes, joh. Ja, inderdaad. Vieze slipjes, dat is ook niet. Ja. Bierdouche, maar gooi hem dan wel gewoon in die mail van ons. Ja. Ja, zou je echt. Dan is jij gelijk je kleren, alles helemaal nat. Weet je dat fragment nog? Dat zeg maar een biertje wordt gegooid en dat iemand. Bij wie was dat nou? Dat hij omdraait, pakt hij die biertjes op. In Amerika. Oh nee, was in Nederland. Was het niet MC Chaos of zo? Nee. Kraantje. Kraantje papi, inderdaad, man. Krijg een biertje, hij pakt hem. Pap. En hij at hem gewoon. Het is echt dat ik zeg maar geen bier drink. Weet je, als er gewoon vodka of Henny of zo in zou zitten, was beter. Stonden we op Vrienden van Amstel. Mm-hmm. En dan heb je, alles is bier. Ja. Dan heb je zo'n nummer, bestellen maar. En net voor de drop komt, zeg maar, gooit iedereen zijn bier in de lucht, bro. Maar was dat ergens dan nog lauw of dat niet? Ja, als iedereen het doet. Ja. Dat je echt die ruïne hebt, zeg maar. Eerste dag had ik een ding op mijn hoofd gekregen. Boom, bam! Zeg maar, aan het einde moet je een rondje maken. Boom, in mijn gezicht tegen. Ik werd helemaal lauw. M zegt tegen mij, roer, loop. Door de weg. Ja, eerlijk. Wilde vissa, man. Wilde vissa. Eerlijk is eerlijk, want we hebben ook een paar biertjes ontvangen. Zo. Die wouden we niet hebben. Dus die hebben een paar shows onderbroken. Sommige mensen hebben met een paar biertjes een paar shows onderbroken. Ja, maar dus... niet meer dan terecht, man, bro. Ja. Ik zeg eerlijk, je staat er met geluid, techniek, veel geld aan oortjes in. Weet je, was dat een hype of zo, toch? Ja, iedereen staat gewoon te gooien en zo, man. Hey, weet je, we gaan bij shows gewoon gooien. Dat hebben we inderdaad, gelukkig dat we dat niet meer hebben. Ja. Nu dan. Ja, boys. Met corona zeker. Broederliefde is in de building. Ze zijn genomineerd voor maar liefst 5 Phonics Music Awards. En in februari staan ze dus in Ahoy Rotterdam. Als je daarbij wil zijn, check www.broederliefde.com. En boys, zometeen gaan we een spelletje spelen met een schokband. Zijn jullie ready daarvoor? Nee. Jullie moeten wel zijn. The Phonics Music Awards.